Ja, waarom moet je een boek schrijven? Om te beginnen, hoef je helemaal geen boek te schrijven en misschien moet je ook wel helemaal geen boek schrijven. Veel mensen willen een boek schrijven, dat is wat anders dan moet je een boek schrijven. Het is best zwaar. 99 van de 100 boeken verkopen helemaal niet. Of nauwelijks. Je moet echt een urgentie voelen, een innerlijke noodzaak om te doen. Als je dat niet hebt, moet je het gewoon niet doen. Je moet een goed idee hebben en de noodzaak voelen dat je dat op die manier wil uiten, namelijk op papier. Als dat niet zo is, moet je het eigenlijk niet doen, wat mij betreft. Het is heel eenzaam, het is tijdrovend, het gaat hartstikke langzaam. Je wordt niet rijk en beroemd, je wordt niet als een YouTube of een TikTok-ster bejubeld. Als er al recensies komen, als je al uitgegeven wordt en als er al recensies komen, dan kunnen ze heel slecht zijn. Dus het afbreukrisico is best groot. Het is eigenlijk een harde wereld die je betreedt. Daar zijn wij zelf onderdeel van, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar eigenlijk alleen maar als je echt denkt, ik kan niet anders, dan moet je het doen. En nogmaals, je moet heel veel slijpen en schrappen en schaven, want dat is schrijven nou eenmaal. Als je dat niet doet en je dat er niet voor over hebt en je hebt geen innerlijke noodzaak om dat te doen, dan moet je het eigenlijk gewoon niet doen. Vond je dit een handige tip? Kijk dan ook op ons YouTube-kanaal Sebus Bisseling of op onze website sebusbisseling.com en dan kan je ook het boek bestellen.